Breda Nu. Ja. We mogen weer avondje nou, nak. We mogen weer. Heerlijk. Heerlijk. Ja, het is, we hebben weer een bewogen maandje achter de rug, zo als NAC-supporter. Moeizaam, hè? Ja. Nou ja, we hebben toch even mogen proeven van die eerste plek, hè? Ja, toch een weekje of twee. Je zegt het goed, even. Eventjes. Man, wat pijnlijk. Ja, wat pijn. Het was een lange struggle, maar uiteindelijk... Ik denk we staan nou derdes, hè? Ja, van spreken. Het is niet kansloos, hè? Nee, we staan een beetje gedeeld tweede, derdes. Maar wel en... met een periode op zak. Met een periode. Zal ik even wat melden? Dat is, die is waanzinnig. We hebben weer, ze waren de sleutel van de trofeeënkast alweer kwijt, dus ze moesten weer een ratje getikt worden. Zo lang geleden dat er een prijs bijgezet moest worden. Dus, ik was niet eens geboren volgens mij toen NAC iets de laatste. Ja, nou, we hebben, de laatste keer dat we een periodetitel hebben begonnen was in, weet je wel, 2000. Het was de tweede periode van het jaar 99-2000. Ja, die hebben we toen postuum gewonnen. Omdat FC Zwolle, die speelde toen een wedstrijd gelijk of zo, puntverlies. Ja. En toen kreeg NAC hem alsnog in de 1,5 wedstrijd. Dus, ja, maar weten we zijn in ieder geval bij het feestje. Ja, we zijn bij het playoff feestje. Kijk, je kunt het ook zo bedenken. Dus je hoeft nog maar 6 wedstrijden te winnen. Hè? Die 6 playoff wedstrijden met gewoon de Eredivisie. Dus je kunt de rest gewoon verliezen. De kortste weg naar de Eredivisie. Ja, dat is wel. Ja. Maar het ging wel moeizaam met zo'n top os. 93 minuut, Filipovic. Raakte volgens mij ook nog eens helemaal verkeerd. Ja, ja. Voldoende. Ja, is wel. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat was wel echt. NAC heeft wel het kenmerk dat het gewoon tot het laatste moment echt super spannend weet te houden. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel, dit jaar lukt het allemaal wel in die laatste minuten. Ja. Net zo tegen Eindhoven en tegen NEC. Ja. Ja, dat was het niet de afgelopen jaren niet. Hè? Ja. Dat was na 16 minuten, was het al gewoon klaar. Ja, nee, dat was gewoon klaar. Dat was gewoon afgelopen. Na NEC, hè? Bijna dezelfde manier. Wel dat is gewoon wel lekker in even worden. Echt in de loop van de tweede helft, dat hij er toch invalt. En ja, dat is toch wel weer de openbaring, hè? De doorbraak. Hij durft het zelf nu ook te zeggen. Van de Hooydonk. Doorbraak van Hooydonk, onze Sydney. Is het hem? Ja, het is hem. Ja, het is nou de krant van gisteren, van deze week. Van maandag, ja. NAC verliest de topper tegen Roda, tegen de Graafschap. Nee, Roda, dat is de topper. Nee, dat is geen topper. Komende vrijdag. En Roda, ja, die mogen we ook nog lastig. Maar de Graafschap, ja, hadden we dit verwacht? Dat we de Graafschap zouden verliezen? Ja, de Graafschap natuurlijk stukken ploeg. Hadden we nog niks verloren, hè, natuurlijk, tot als we naar NAC gingen. De critici zeggen dat de Graafschap betere spelers heeft dan NAC. Ik denk dat denk ze daar wel... Niet. Het scheelt niet veel, denk ik. Ja, onze zwakken zitten op dit moment een beetje... Ja, de verdediging, hè, de backs. Oh, de ene keer hebben ze een prima wedstrijd, de andere keer zakken ze redelijk door het ijs. Ja, ik vind die Mazard nou niet zo denderend. Die Noblas, dat vind ik nou ook 3 keer niks. Maar die jongen was bijvoorbeeld vorig jaar nog jeugdspeler. Hè? En die wordt nou voor de Leeuwen gegooid. Ik vind dat is nog redelijk staanhoud voor een jongen die net... eigenlijk 3 elftallen is overgeslagen, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Moeten we ook niet vergeten, echt een heel jong team. Maar, ja, goed, hoe oud was Angelino een paar jaar geleden? Was ook 19, hè? Ja. Was gewoon best van de Eredivisie. En Mazard is 18. Ja, Angelino had bijvoorbeeld al wel veel meer ervaring natuurlijk. Staat er tegenover. Maar het is gewoon een heel jong team. En ik denk dat we heel blij moeten zijn dat we nou tweede, derde staan. Ja. En dat we met dat drietal zeg maar afstand kunnen nemen van de rest van de competitie. En dan gaan strijden om de eerste 2 plekken, want dat is het belangrijkste. Dus nog wel spelers die opgevallen zijn. Ja, er is er eentje die mij... En ik ben zo blij dat hij weer bijna fit is. Ja. We weten allemaal wie het is. Dat kan er mee zijn. Hoe is hij in Dogan? Ja. Wat speelde hij weer goed tegen de Graafschap. Toen hij tegen de Graafschap erin kwam, toen speelden we in één keer in plek van mijn team maar weer met 12 man. Ja, die werkte hard, hoor. Toen kwam er in één keer de echte energie er weer in. Alles begon weer te draaien, alles begon weer te bewegen. Die gaf de voorzet, probeerde zelf binnen te koppen. Nou, die wil ik nog wel eens zien als hij een hele wedstrijd kan spelen. Schiet gewoon 3 in per wedstrijd, joh. Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval trots op je, Dogan. Dat sowieso. Goed gedaan, goed gedaan.
Nou, ik zit hier met Evert van Huygenvoort. Zo zeg ik het goed, toch? Jazeker. Nou, en wel bekend van het, het mooiste clublied van NAC. Of ja, clublied. Het mooiste na het clublied nummer wat er gemaakt is. Goed, ik spring voor NAC. Ja, ondertussen 1 miljoen views, ook op YouTube. Ja, hoe gaat het? Ja, goed. Ondanks de uitslag van afgelopen week gaat het met mij eigenlijk heel goed. En ik las laatst dat je heel veel potentie had om het nummer graag een keer op de middenstip van het stadion te zingen. Hoe zit daar, hoe zit dat allemaal? Ja, ik heb het wel geoefend in een leeg stadion en de apparatuur die er staat is er niet voor bekwaam. Dus om mij 3,5 minuten te laten zingen gaat best wel wat geld kosten qua installatie. Dus op een normale wedstrijd zal het moeilijk worden, maar ja, ik ben een beetje afhankelijk van het team. Als ze een kampioenswedstrijd spelen, promotiewedstrijd, finale play-offs, dan ga je sowieso uitpakken van zo'n wedstrijd. Ja, dat is dan wel. Zou het eventueel misschien mogelijk zijn. En anders misschien op de parkeerplaats? Huldiging. Zou ook altijd wel mooi zijn, denk ik. Ja, laten we eerst maar kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. Dat sowieso. Zit er een vervolg aan te komen op het nummer Ik spring voor NAC? Die vraag is mij inderdaad ook al gesteld. Ik heb er wel over naast te denken. Ik heb ook een klein beetje een idee. Ik weet het niet zeker of ik het ga doen. Maar er is wel een kans. Het wankelt ergens nog. Ja, maar ik moet nog eventjes... Maar het is een idee. Het is een idee, okay. Ja. En hoeveel jaar ga je nou eigenlijk al naar NAC? Want ja, wij kennen elkaar nog niet zo heel goed. Maar ik ken wel jou al van gezicht al heel lang. Goh, ja. Ik ben nu 29 jaar. Ik denk dat ik een jaar of 6 was toen ik voor de eerste keer meeging. En dat was gelijk liefde op het eerste gezicht. Hè. Ik ben ermee opgegroeid. Club die gewoon in je hart zit. Ja, en zeker op je rug staat. Weten. Ja, zeker weten. Het is gewoon, bij onze familie in generaties. Mijn broer, mijn vader, ik. En nou, mijn zoontje, die is 6 jaar, die neem ik ook 1 keer in een jaar mee. Dus mooi. Hoe vindt hij het? Hij vindt het dan nog een beetje spannend. Mensen natuurlijk. Ja, hij was 3 jaar oud en nam ik hem voor de eerste keer mee. Dat is wel heel jong, maar ja, je kan er maar op tijd bij zijn. Zeker. Maar ja, hij heeft het besef nog niet echt... Wat er speelt. Nee, maar hij vindt het wel een hele mooie belevenis. Natuurlijk ook voor jou als echte NAC-supporter ook wel mooi om dat te zien. Dat je eigen zoontje kan meenemen naar het stadion. Want jij zelf, door je eigen vader, denk ik ook heel veel lang geleden is geweest. En het leukste van alles is, als mijn zoontje meegaat, mijn vader die gaat niet meer zo veel. Maar dan gaat mijn vader ook. Dus dan gaan we met z'n drieën. En dan is het een familieuitje. Dat zijn wel speciale momenten. Ja, zeker. Oké, en... In al die jaren NAC natuurlijk, zal er vast wel een moment zijn geweest dat echt denkt van nou, dit is toch wel het mooiste moment wat ik ooit heb meegemaakt? Ja, er zijn er zoveel. Als ik over een wedstrijd kijk, dan Willem 2 uit voor de beker. Nee, 2-0 achter staan, 3-2 wint. Dat is mooi. Feyenoord thuis, 3-3. Ja, dat zijn heel veel mooie momenten, maar ook heel veel slechte momenten. Heel slecht. Ja. Blijven die hier lang achterna? Net als gisteren 2-0 verloren, of ja. 2-1 verloren van de Graafschap. Ja. Ja, weet je, toen ik wel jonger was, zat ik er nog meer mee. Maar ik ben nu iets ouder, dus ik kan het iets meer links laten liggen. Behalve als we van de concurrent Willem 2 verliezen, dan ligt het nog een beetje gevoelig. Maar dat, zal bij menig, dat is dit jaar niet aan toepassing. Nou heb jij, dat weet ik toevallig, dat jij gisteren een mooi shirt hebt gekregen van Ralf Seuntjes. Ja. Zou je misschien willen laten zien? Jazeker. Want dat is een vriend van jou. Ralf is een hele goede vriend van mij. Ik zoek hem zo 1 à 2 keer per jaar zoek ik hem op. Waar hij ook speelt. Van Den Bosch naar Telstar, naar Venlo, naar de Graafschap. Dus we hebben al jaren een goede band gehad. En dit was een stukje waardering vanuit hem naar mij toe. Dat ik toch altijd de moeite neem om te komen. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Ja, zo zie je ook wel hoe breed het voetbal is. Het is niet enkel het voetbal, het is het sociale gebied, het vriendschap is mooi. Ja, en dan Roda, hè? Roda JC. Wie had dat gedacht? Altijd lastig. Als ze op een niveau lager steken, Roda JC. Matig, hè? Ja, die hebben natuurlijk wel een gezeik achter de rug, hè, met die... De La Vega, die nog even is. Yeah. Dus het zal ongetwijfeld weer een beetje beter gaan. Een Mexicaan uitgezet. Ja. Oh. Maar het is wel ook. Maar ik heb helemaal niks met Roda. Nee. En ik heb zoiets van, ja, ik kan ze ook missen. Ja, nou ja, lekker buiten. Ik ben ze liever kwijt dan rijk. Maar nou begint het toch wel een beetje meelijwekkend. Toch? Ja, dat ik zoiets heb van, nou is het wel een beetje goed geweest, hè, met de Roda pesten en zo. Ja, weet je, dat is even leuk en dan... Ja. Er zitten nog maar 4.500 mensen daar. Is het zo? Dat is waanzinnig, man. Ja. Hoe die kan er afglijden. Ja, weet je, kijk, en dan
Roda presteert wel slecht, NAC heeft het natuurlijk moeilijk. Ja. Dus het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd. Ja. En dan zet je... Dan zit je Simon Mulder als scheidsrechter. Ja. Dat kan dachten, toch? Dat kun je toch niet doen? We dachten dat naar Joey Coy niet slechter kon. Nou, jawel. Maar toen kwam ze de KVB, toen trok ze troef. Wij hebben ook nog Mulder. Zo. Ja. God, man. Nee, dat wordt een feest, hoor. Ik kan me niet herinneren dat NAC ooit een wedstrijd onder hem gewonnen heeft. Nee, nou, dan gaan we nou door naar de beker, denk ik. Of niet? Ja. Snel. Rode nou, maar het zijn wel leuke dingen. Dan hadden we wel 700 mannen naartoe. Maar, het is wel een mooi stadion. Dat geen garantie dat het iets oplevert. Dat hebben we in Volendam gezien. Hè? Dus als we eens met veel man naartoe gaan. Maar ja, genoeg Roda. Wat wel leuk is, dit moet een hoogtepuntje van de maand worden. De bekerwedstrijd tegen FC Emmen. Gewoon thuis, hè? En thuis. Gewoon thuis. Dus ook dat biedt geen garanties dat we thuis beter gaan doen. Nee, maar dat Emmen kan er ook helemaal geen kut van. Ja. Het zomaar even te zeggen. Mag dat zeggen zo? Ja, maar ja, dat is gewoon ook onderkant Eredivisie. En dat ontloopt elkaar ook niet veel. Maar laten we hopen dat we net zoveel geluk hebben in de slotfase zoals die paar wedstrijden die we al hebben gehad, zeg maar. En dan kunnen we toch wel leuke dingen gaan doen. Over leuke dingen gesproken. Want in die wedstrijden hebben jullie ook iets leuks bedacht, toch? Ja, ja, ja. Maar dan mag ja, je, moet je jezelf nog even vertellen. Ja, nou, dat is 29 oktober. En dat is heel toevallig is dat ook precies op de dag af 75 jaar geleden dat Breda is bevrijd door de Polen. En toen hingen al deze pamfletten in Breda. Hingen aan de deuren van Breda. Dziękujemy wam Polacy. Dat is Pools voor wij danken de Polen. En dan gaan wij dus dinsdag nog een keer doen. Lijkt me en op niet meer terecht. Op een hele speciale manier. Op een megadoek van 40 meter bij 24 meter. En daar gaan we op een hele speciale manier in kleden. En er liggen in Breda heel, en omgeving heel veel Poolse strijders begraven. En die zijn een heel speciaal plekje geven op het doek. Die worden allemaal benoemd. En dat moet een heel speciaal eerbetoon gaan worden. Er zijn een hoop mensen in een loods ergens in de omgeving van Breda hard aan het werken. Om het ding af te krijgen op tijd. Ja, en dan zit jij gewoon te zuipen. En ondertussen geniet ik van dit biertje. Nee, maar goed, dat gaat toch allemaal goed komen, denk ik toch? Ja, daar heb ik ervaring mee. En, veel pijn en moeite, maar dat is het absoluut waard. Zeker. Absoluut waard. Anders hadden we nog veel meer pijn gehad. Anders hadden we niet uit zwaar geweest. Anders hadden we nou een andere taal gesproken. Maar ja. Drukke maand verder. Ja. Eagles krijgen we dan meteen nog op bezoek. Almere City uit. Nare elftal. Niet de pijlen ploeg. Heel raar, heel raar. En we komen er graag in Almere. We mogen daar vaak op bezoek bij Almere. En, ik vind het verschrikkelijk. Ja. Ja, sorry, ik heb er niks mee. Ja. Het is net een amateur stadion. Hè. Alleen dan met veel geld. Veel geld. Ja, dan wel. Maar laten we hopen dat we het eind van die maand, van die reeks, ook weer ergens bovenin mee kunnen strijden met en Cambuur en Graafschap. Dat we die in ieder geval bij kunnen blijven. Ja, dat is het belangrijkste. Vooral Cambuur is gevaarlijk, hoor. Ja. We hebben een goed elftal. Zo. Geen averij oplopen. Oei. Nou ja. We moeten wel ons best voor gaan doen. Maar ja, aan de supporters liggen niet. Nee, daar liggen het niet aan. Daar liggen het niet aan. Maar spelers ook niet, want die doen wel hun best. Jawel. Het is alleen, ja, dat is, je ziet wel dat ze echt strijden. Dat is echt een openbaring. Dat we echt weer een NAC-team zien, gele shirtjes, strijden. Ze wilden ervoor gaan. Dat was dan af en toe mislukt. Nou ja, goed, even boos en dan gewoon door. We verliezen met 1-2 van de Graafschap. En ze krijgen wel gewoon een applaus. Ja. Want er is gestreden. Punt. Ja. Nou, hopen dat we die strijd ook een beetje door kunnen zetten. Ja. En ondertussen danken wij de Polen nog een keer. Ja, dankjewel jongens. Breda nu.